Toon van den Bos, net naast dat podium gevallen. Een beetje zuur, hè? Ja, zeg dat wel. Ja, ik had tweede of derde kunnen worden en ja, juist die vierde plek. Maar dat was misschien ook het hoogst haalbare. Dus ja, ik ben niet zeker, maar de laatste ronde was net iets te veel aan, denk ik. Nu, als eerstejaars nieuweling, is dat toch wel een puikenprestatie? Ja, ik ben tweedejaars nieuweling, maar nee, ja, ik ben zeker tevreden met Arno de Beijer. Dat is een heel sterke en ja, dat ik daar toch wel mee heb kunnen rijden. De finale, dat was wel leuk, ja. Nu, als tweedejaars dan, dat bewijst wel dat hij het meedraait al van voor. Ook enig term BKCP heeft dat opgemerkt, want dat wordt vanaf januari jouw nieuwe ploeg. Dat klopt, ja. Welke ambities ga je dan hebben? Ja, ik denk zelf als nu zo goed mogelijk presteren. Ik doe mijn best eigenlijk altijd, ook al in deze ploeg in BKCP. Ja, dat maakt niet veel uit, alleen ik ben wel blij dat ik die kans krijg van het BKCP om mij daarin te laten groeien. Dus ik ben wel content en zeker, dat gaat misschien wel wat meer invloed nemen en meer kick, dat ik misschien harder ga rijden, ik weet nog niet. Nu, het is misschien een beetje vroeg, maar ook het Belgisch kampioenschap komt eraan in januari. Dan rijd je al voor BKCP. Welke ambities denk je dat je daar mag hebben? Wat moet daar mogelijk zijn? Mogelijk top 5, 6, maar ik hoop toch zeker het podium te rijden. Wat staat er nu nog op de agenda voor jou? Zoveel mogelijk grote koersen rijden. En ja, dat zien we wel. Maar we kunnen dan toch afsluiten dat jij met een tevreden gevoel naar huis terugkeert. Dat wel, ja.